Je nou, je kamer opgeruimd? Nee, dat zou je doen. Nee, dat hadden we toch gezegd. Och, dat is toch. Oh, oh, hey jongens en meisjes. Oh. Hebben jullie je kamer wel opgeruimd? Oh, gelukkig maar. Dan zitten jullie weer helemaal klaar om naar een nieuw verhaaltje te luisteren van dit keer met Bultje naar Herakles Albelo. Zorg dat je lekker zit, dat je goed kunt luisteren. Dan zou ik zeggen, dan gaan we gauw beginnen. Goedemorgen Bultje, wakker worden. Het is een wedstrijddag. Heracles Albelo speelt een thuiswedstrijd in het stadion en jij mag weer mee. Kijk Bultje, zo gaat het al. Hè? Je wordt al lekker wakker in je eigen bed. Helemaal klaar om weer mee te gaan. Ken je Bultje nog niet? Je vindt hem altijd bij de Bierse Bulten. Zijn huis is het gigakonijnenhol. Bultje is een echte kindervriend en hij is fan van Heracles Albelo. Hij is zelfs zo'n groot fan dat hij mascotte mocht worden. Bultje kent alle spelers en supporters van Heracles Albelo. Elk jaar koopt hij weer als eerste het nieuwe thuisshirt. En hij mag bij elke thuiswedstrijd met de spelers het veld op. Over een paar uur is de aftrap. Het is tijd voor een stevige sportmaaltijd. Van al dat rennen op het grote voetbalveld wordt de konijn supermoe. Ja, het is dus erg belangrijk dat je goed eet, zodat je voldoende energie hebt. Ook daar komt zijn zusje Bibi al aan. Ze heeft speciaal voor Bultje een stevige worteltaart gemaakt. Dat is superfood waar Bultje graag zijn tanden in zet. Gezond. En lekker. En zijn bord is zo leeg. Kijk, hier zien we Bibi met een heerlijke worteltaart. Ja, daar hou jij wel van, hè? Dat dacht ik wel. Bultje loopt ongeduldig heen en weer. Hij is erg zenuwachtig. Zo'n wedstrijddag is toch weer spannend. Maar vandaag is de spanning anders. Nog even en dan is het zover. Daar komt de bus al aan. Elke wedstrijd weer staat er een erehaag klaar voor Bultje om hem uit te zwaaien. Bibi, de burgemeester, aatschroefdaad, één voor één geeft hij hen een high five en stapt de bus in. Ja, dan zwaaien we je altijd uit hè Bultje, dan zeggen we dag, veel succes. Het is druk op de parkeerplaats, maar gelukkig vindt de chauffeur een plekje. Samen met honderden andere supporters loopt Bultje in een stoets naar het stadion. De meeste supporters herkennen Bultje al van ver. Hoi Bultje, zegt Wout. Mag ik met jou op de foto? Dat is natuurlijk geen probleem. De vader van Wout schiet een mooie foto. Bultje loopt naar de kleedkamer en trekt alvast zijn eigen wedstrijdkleren aan. Eerst linker sok en dan zijn sok. Dan zijn broek en pas zijn voetbalschoenen. En als laatste pas zijn voetbalschoenen. In die volgorde won Herakles Almelo de laatste thuiswedstrijd. Dus vandaag moet het opnieuw geluk brengen. Kijk, Bultje trekt zijn wedstrijd er nu al aan. En je voetbalschoenen. Anders kun je natuurlijk niet voetballen. Nee. Wat heel veel andere supporters niet mogen, mag Bultje wel. Hij mag het veld op. De tribunes stromen vol met supporters in zwart-witte shirts. De spelers van Herakles Albelo zijn bezig met de warming-up. Ook Bultje rekt en strekt. Zijn linkerbeen gebogen en dan zijn rechterbeen recht naar achteren. En dan andersom: hij zwaait met zijn armen en schudt zijn heupen los. Hij ziet Jim en Lisa langs de lijn, sprint naar hen toe en gaat natuurlijk met hen op de foto. Iets verderop staat Dylan. Hij komt altijd samen met zijn vader. En ook Thijs en Mo zijn elke wedstrijd weer van de partij. Kijk, hier zien we bultje. Is een in zijn warming up? Het is belangrijk hè, dat de spiertjes goed warm zijn. Ja, precies. 10, 9, 8, 7. De muziek knalt door de luidsprekers. De grote vlaggen zorgen voor een mooie sfeer. De spelers komen het veld op. Bultje sluit achteraan in de rij. De spelers schudden hun handen en wensen elkaar een sportieve wedstrijd. Ook Bultje steekt zijn hand uit. Het is een spannende wedstrijd. Er waren al veel kansen, maar gescoord is er nog niet. De keeper van Heracles Almelo vangt veel ballen. De supporters zingen uit volle borst en moedigen de spelers aan. De scheidsrechter heeft nog maar één gele kaart gegeven. Aan iemand shirt trekken, dat mag natuurlijk niet. Kijk, ze zijn druk aan het voetballen. Ja. Na 45 minuten is de stand nog 0-0. De spelers gaan naar de kleedkamer voor een kopje thee en een banaan. En dan mag pultje weer het veld op. Hij vermaakt het publiek met zijn gekke streek. Hij rent door de watersproeiers en maakt vrolijke bewegingen voor de camera's. Hé, hey, daar ziet hij Femke staan. Even laten schrikken. Boe! Ha. Gelukkig kan ze erom lachen. Bultje geeft haar een stevige knuffel. Herakles Albelo zet nog meer en meer druk. Maar een doelpunt blijft nog uit. Nog tien minuten op de klok. En dan wenkt de trainer Bultje. Mag hij invallen? Ja, dan mag hij! Dat is gaaf. Hij doet zijn uiterste best en sprint heen en weer. Zijn spieren zijn goed warm van al het bewegen. En dan mag hij naast de vierde scheidsrechter gaan staan. Het bord gaat omhoog. Nummer 9 gaat eruit. En Bultje mag erin. Nou, Bultje is er helemaal klaar voor. Het publiek gaat uit zijn dak. Zo, het baltempo ligt best hoog. De spelers worden al moe. Maar Bultje heeft nog frisse moed. Konijnen zijn snel en dat laat hij aan iedereen zien. Hij sprint naar het 16 meter gebied, krijgt de bal in de voeten gespeeld. Hij maakt een mooie panna door de benen van de verdediger. Hij komt alleen voor de keeper en schiet. Raak! Alle spelers rennen naar hem toe. Samen juichen ze met alle supporters. Ze springen en zingen. Wat een geweldige sfeer. Dit is een geweldig debuut voor Bultje. Kijk, ze zijn een feestje aan het vieren. Bultje heeft gescoord. Oh. Niet lang daarna blaast de scheidsrechter af. Tuut, tuut, tuut. Herakles Albelo wint 1-0. Bultje wordt uitgeroepen tot de beste speler van de wedstrijd. Hij straalt van oor tot flapoor. Direct na de wedstrijd komen alle kinderen op het veld voetballen. Bultje viert het feestje met hem mee. En als hij terugkomt bij de Beers Bultje, bij Aard, de burgemeester en Bibi, dan heeft Bultje heel veel te vertellen. Wauw, dat was weer een leuk verhaaltje, of niet, Bultje? Ja, dit ging helemaal over jou. Jongens en meisjes, zien we jullie ook gauw weer terug bij Herakles of. Uh, Misschien wel gewoon weer al lekker op de beerse bulten. Tot gauw. Doei.